Want zeg nou zelf, boodschappen doen binnen je drukke schema komt niet altijd uit, maar het is wel nodig. Je kent het wel. Je hebt een drukke baan, daarnaast heb je ook nog een druk sociaal leven en dan kom je thuis en moet je boodschappen doen. Nou, heeft Gaspert van Shoppers heeft daar de ideale oplossing voor. En wat dat is, gaat hij me nu vertellen. Wil je geld besparen op je boodschappen of minder tijd besteden aan boodschappen doen? Let dan goed op. Gaspert, jij hebt Shoppers opgezet. Ja. Hoe ben je op dat idee gekomen? Nou, het kwam voor uit een frustratie. Ik heb 4 kinderen. En we besteden natuurlijk heel veel tijd en geld aan boodschappen. En ik dacht, dat moet makkelijker kunnen. Dat moet anders kunnen. En daarnaast zag ik als ondernemer ook wel een kans in die markt. Want boodschappen is gewoon de laatste markt die nog niet online is. Mm-hmm. Dus en toen dacht ik van ja, dan ga ik dat doen. Gat in de markt, dacht je? Ja, gat in de markt, inderdaad. Maar dan heb je een idee. Ja. En nu heb je een bedrijf. Ja. Hoe is die weg ernaartoe verlopen? Nou, hoe is die weg? Dat is een moeizame weg geweest. Ja. Met vallen en opstaan, hè, want ik was de eerste. We zijn de eerste. En dat is... Dan ga je eerst beginnen met een idee. En dat moet dan iets worden waar mensen ook in gaan geloven. En in het begin had ik heel veel mensen die daar helemaal niet in geloofden. En inmiddels weet iedereen ook wel, iedereen die ik in de markt spreek, weet hier vanuit online, ook op boodschappen, gaat dat gebeuren. Mm-hmm. En net zoals je bij kleding hebt gezien, bij verzekeringen, bij alle markten die wat online gaan, of die gaan online en boodschappen ook. En zeker omdat boodschappen hetgene is waar we het meeste geld aan uitgeven en heel veel tijd aan besteden. En dat maakt het ook gewoon heel mooi om online te gaan. Ik hoor je heel vaak zeggen online. Ja. Is de toekomst? Ja. Hoe zie je dat dan voor je? Alles gaat online. Als je kijkt naar alle markten, bijvoorbeeld de verzekeringen, je kleren die je koopt, alles koop je nu online. En boodschap is eigenlijk de laatste die nog niet online is. En nu koop je nog rechtstreeks, of nu koop je nog bij de winkels. Mm-hmm. Maar waar het naartoe gaat, is dat straks dat je rechtstreeks van de producent geleverd krijgt. Ja, nu ben ik wel heel benieuwd naar die app. Ja. Kun je me laten zien? Ja, heel graag zelfs. Ja, dit is dus je boodschaplijstje. En dat boodschaplijstje dat maak je vanuit bijvoorbeeld hetgene wat je vorige week op je boodschaplijstje hebt staan. Of vanuit je favorieten maak je je boodschaplijstje. Of vanuit de aanbiedingen die bij jouw winkels, hè, waar jij alleen maar naartoe gaat zijn. En dan kijk je dan of je zegt van nou, ik heb hier iets wat op is. En dat scan je dan gewoon. Jee. En nu staat het op je boodschaplijstje. Ik ga hem gelijk downloaden. Ja, ja, leuk. Fantastisch. Weer een nieuwe gebruiker erbij. Ja, precies. Nee, leuk. Echt. Wat een uitvinding, zeg. Nou, het was heel erg interessant. Ja. Heel erg bedankt. Dankjewel. En succes met alles. Dankjewel. En als je weer wat nieuws hebt, dan moet je het me wel even laten weten. Hè? Zeker. Oké, doei. Bye.